Goedemiddag, 24 november 2012, rechtspraak, SSR, het opleidingscentrum voor rechters, traint rechters internationaal in corrupt denken en werken. Dat doen zij via SSR zelf. Er worden delegaties uitgenodigd uit het buitenland, vaak wordt dat gefinancierd door een van onze ministers. Of dat gaat via EJTN. EJN is een Europees netwerk waar mensen die een juridisch baantje hebben samenkomen om te bepalen hoe ze nou het beste criminaliteit kunnen bestrijden. En dat EJN heeft een trainingscentrum en dat is EJTN. En daar worden rechters wereldwijd getraind in corruptie. En ik zeg corruptie omdat rechtspraak weigert de moordenaarspraktijken van het internationaal strafhof te stoppen. Ik ben de enige in Nederland die dit zo mag zeggen. En dat komt door die brief van 22 augustus 2012 die het ICC mij heeft gestuurd. Dat is die brief die bewijst dat het internationaal strafhof weigert het statuut van Rome, het VN-verdrag en alle mensenrechtenverdragen toe te passen als zij dossiers beoordelen. En dat is dus ook de methode om gewoon mensen uit te moorden. Die moordmethode wordt ook gehanteerd binnen de Nederlandse universiteiten, binnen de Nederlandse rechtbanken, binnen de Nederlandse ministeries en de Nederlandse politieke partijen. Wat er nu gaande is, is dat sinds 3 maanden de lobby en de samenwerkingsverbanden zijn geïntensiveerd. Er wordt dus binnen EJN echt gelobbyd met alle landen. Daar is altijd wel een organisatie die verbonden is aan alle landen, rechtbanken in alle landen. Dat is een zeer kwalijke toestand, want ze zijn ook verbonden aan Europol en Europol is weer Interpol, maar ze zijn ook verbonden aan UNODC, de Drugs and Crime Unit. En die lobbyt zeer intensief met het internationaal strafhof. De Japanse rechter binnen het ICC was ooit directeur van UNODC. Dus dat is helemaal geen rechter. Dat is er eentje die voor bepaalde vriendjes in de Japanse cultuur corruptie regelt. En dat is dus één voorbeeld. Ik denk dat dat er nu in hoog tempo in het kader van opleiding een netwerk wordt gebouwd dat dan moet bewijzen dat rechters eerlijke mensen zijn. En dat hele netwerk negeert het internationaal strafhof. Dat hele netwerk dat focust zich dan op internationale samenwerking, drugs, wapens, piraterij, illegale import, fake producten en dergelijke, gewoon gestolen producten. Dat hele systeem bouwt dus een vorm van rechtspraak die dat mogelijk maakt. Die het mogelijk maakt dat de domme mensen op de planeet worden gestraft en die het ook mogelijk maakt dat het elite moordenaarsplatform niet alleen uitbreidt in het aantal moordenaars op dat platform, maar dat ze ook bezig zijn met het trainen van de rechters en de advocaten en hoogleraren op dat platform, die er dan voor moeten zorgen dat de elite boven de wet blijft. En dat dus de kleine mens wordt afgestraft of uitgemoord. Ik zal het linken. Wat er moet gebeuren, ja, dat heb ik net in mijn vorige video gezegd. Er moeten Nederlanders komen die mij actief gaan helpen met het stoppen van deze praktijk. En dat moet vandaag en niet morgen en niet overmorgen, want het is te laat. Dat buitenlandse platform waar ik het dus over heb, waar dus ook al die rechters, die buitenlandse rechters en buitenlandse aanklagers en buitenlandse advocaten op functioneren, die weten dus hoe ontzettend zwakbegaafd Nederlandse politici zijn.
En die weten dus hoe ze onze hele handel kunnen wegchanteren, organiseren, etc. En dat is wat er gaat gebeuren. En dan helpt het niet als je zo'n ellendeling van het VNO-NCW hoort zeggen, ja, nu moeten de bouwvakkers gered worden. Ja, valt toch helemaal dood. Die ellendeling van het VNO-NCW en de SER en de vakbonden zijn juist degene die ervoor zorgen dat het elite-moordenaarsplatform er is, er blijft, blijft groeien. En dat de gestudeerden op dat platform juist die bouwvakkers werkloos kunnen maken. Ga daar maar eens een poosje over nadenken. Ik zal de websites linken. De website IAP zit een beetje vervelend in elkaar. Je komt elke keer bij de homepage uit, maar dan moet je even naar de links gaan. Die links die kan ik hier niet linken, want die vallen weg. Dus ga dan even naar de links en daar staan allerlei organisaties op waar dus de elite internationaal regelt dat de elite juridisch steeds intelligenter en sterker wordt en het volk steeds zwakbegaafder wordt. Ga aan de slag.